Hallo, ik sta nu in het Scheepvaartmuseum en we gaan onderzoeken wat de driehoekshandel is. Oké, de driehoekshandel is dat ze vanuit Nederland naar Afrika gingen met de boot. In Afrika hadden ze ongeveer 550.000 slaven. Met die slaven gingen ze naar Suriname om ze in een plantage te laten werken. En al die producten die ze vandaar haalden, gingen naar Nederland. En als je goed kijkt, zie je daaruit een driehoek. En daarom noemen ze het ook een driehoekshandel. En dit speelde zich af in de 17e en 18e eeuw.